loop van de dag eigenlijk steeds meer denken aan die uitzending van Boos, waarin John de Mol op het laatst eigenlijk een soort verbazing uitsprak en opriep aan de vrouwen van ga je melden, want we hebben het op orde. Nou, dat is in ieder geval vandaag helder. Het was niet op orde. De vrouwen hebben zich gemeld. Want het gaat in dit rapport over een aantal zaken die bekeken worden. Maar er wordt, is ook tegen 12 melders gezegd... Ga je bij de politie melden, ga aangifte doen. Want dat is nogal wat. 12 is veel. Dat ja, advocaten zeggen veel. Tegen mogelijke ja. slachtoffers... ga naar ja. de politie, doen ja, aangifte. Dus die hebben zij ook niet dat zijn er meer dan we tot nu toe wisten. Ja, zeker. Ja. Ja, dus er is wel steeds gezegd, er zijn er meer dan hè, die bekend zijn. Maar 12 is een groot getal. En dat is dus ook niet meegenomen in dit rapport. Er zijn overigens meer meldingen geweest dan melders die zich hebben willen laten interviewen. Omdat ze zeiden, ja, we vertrouwen dit toch niet helemaal. Maar die uitspraken van John de Mol, hè, van vrouwen... Nou, er kwam natuurlijk meteen al veel protest op. Van vrouwen, meld je nou? Ik begrijp het niet. Nee. Nou, ik hoop één ding, dat hij het nu wel begrijpt.